Ajax in topvorm tegen een toch sterk Utrecht. Wat kan FC Utrecht vanmiddag laten zien hier in Amsterdam? Utrecht goed aan het seizoen begonnen met 14 uit 7. Kan Utrecht voor een verrassing gaan zorgen zoals het dat vorig seizoen deed met dat 1-1 gelijke spel? Daar zien we Timber, de Timber van Ajax die wel speelt. En we zagen Lisandro Martinez die dus zijn contract heeft verlengd in Amsterdam tot de zomer van 2025. Basisplaatsen voor Tagliafico en voor Neres, Blind en Anthony op de bank. Opstelling van FC Utrecht, geen Quinten Timber dus, maar wel Joris van Overeem. Linksback Warmerdam heeft een verleden bij Ajax. Ook Boussaïd is bankzitter. Driemans middenveld, Maher, Van der Streek, Van Overeem, voorin Silla, Doevikas en Ramselaar. Moeder Timber hoeft nu dus niet te kiezen. Dat zou ze sowieso niet hebben gedaan. Hij droeg natuurlijk het shirt van Utrecht van 2014 tot 2017. Sébastien Haller. En ging voor 12 miljoen euro naar Eintracht Frankfurt. Hakje Haller, Gravenberg, Berghuis met de mogelijkheid. Hij gunt hem aan Neres. Van richting veranderd door Van Overeem. Neres kreeg de kans. Maar Berghuis misschien ook zelf had kunnen schieten. Martinez. Zo rustig aan de bal. Jurien Timber laat zich niet opjagen. Tot gespeeld door Ajax. Voorzet Tadic. En dan mag hij er wel in. Allee, grote kans voor de oudspits van Utrecht. En wat komt hij vrij, Allaire. Geen buitenspel hier voor Dusan Tadic. Jansen dacht aan buitenspel, was het dus niet. Van der Marel, Silla, Van der Streek. Nu de snelheid benutten van Silla, die wegloopt bij Alvarez. Komt hier een kans aan voor Utrecht. Nou ja, het is een kans. Maar van echt afronden komt het niet. Allesbehalve vol geraakt die bal door Silla. Berghuis pakt Van der Streek de ballen. Overtreding. Maher. Nee, zegt Nijhuis. Bal gespeeld. Ramselaar. Doevikas. Niet buitenspel. Doevikas. Kan wat met een bal. Doevikas. Daar is Utrecht weer gevaarlijk. Ingrid Tagliafico. Ja, hij speelt uiteindelijk wel de bal, maar daarvoor is het toch echt een overtreding op Berghuis. Speelt hij eerst de benen en daarna de bal. Doevikas is wendbaar en weet wat hij wil. Martinez is de bewaker van Jansen. De kopbal geschampt eigenlijk door Van der Hoorn. Die bal blijft nog via de cornervlag binnen. Pas weer had al een nieuwe bal. Stond al klaar voor een doeltrap. Behoorlijke overtreding van Van der Marel bij Martinez, kost hem een gele kaart. Omdat hij hard doorloopt, kijk, die bal blijft zo dus mogelijk zo dus binnen. Boven in beeld te zien dat pas weer al een nieuwe bal heeft Van der Marel. Loopt te hard door bij Lisandro Martinez. Dusan Tadic. Haller, Haller. Dacht even aan een omhaal. Dit is ook een goed schot. Van Berghuis. De ingooi die zojuist werd genomen was niet helemaal volgens de regels. Niet vanuit de nek. Tadic, daar wint Van der Marel zich over op. Maar het mag door van de scheidsrechter Bas Nijhuis. Uiteindelijk dus de doelpoging van Berghuis. Probeert weer zo snel mogelijk diepte te zoeken, maar raakt die bal niet lekker, opgepikt door Masraoui. Berghuis. Masraoui. Simpel verdedigd van de streek. Timber anticipeert goed, kruipt er al voor bij Doevikas. Jurien Timber. Sterk weer Maher. Nog eens Maher. Het wordt meer een gevecht. Gravenberg.
Edson Alvarez. Recht op de keeper af. Van de streek. Moet je even oppassen als je gaat glijden. Overtreding. De blessure ook bij Sander van de Streek. Nijhuis gaat denk ik toch met geel komen. Ja, er komt geel voor deze overtreding van Gravenberg. De wedstrijd wacht niet op Dusan Tadic. Van de streek. Controle over de bal kwijt. Neres, daar staat weer. Mazraoui komt met grote passen. Wil hem graag, krijgt hem ook. Perfect in de loop. Mazraoui. Geen kans. Neres. Op de borst bij Allaire. Dacht even aan een omhaal, maar een overtreding wordt er niet gemaakt. Neres valt voor Allaire. Nog een keer Allaire. Weer de keeper. En dan weer maakt een paas. Wat een redding is dat. Is dat even lekker zeg voor de keeper van FC Utrecht. Maakt een paas. Die hier in dit stadion ooit zwaar geblesseerd raakte. Hier keert hij tot twee keer toe Allaire en uiteindelijk ook nog Tadic. En blijft het 0-0. Neres naar de kant. Anthony voor hem. En ook Tagliafico wordt gewisseld. Ruim een half uur voor Klaassen. Anthony in Blind om de wedstrijd voor Ajax te winnen. Maya. Jansen gleed uit. Van der Horen was nog hier. Martinez. Berghuis blijft dus de meest aanvallende middenvelder. Blijft de nummer 10. Anthony. Zijn eerste actie levert meteen een schot op doel op. Het stadion is ook wakker. Silla eraf. En zo wordt het de Timber Derby onder toeziend oog van moeders. Jurien tegen Quinten. Afgelopen nacht nog samen op één kamer. Nu tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena. Mazraoui. Anthony. Mazraoui. Jansen stapte uit. Meer en meer tempo. Ajax neemt nu de spelervattingen veel sneller. Veel meer pit erin nu. En de kopbal is zeker niet ongevaarlijk van Klaas. Het is wel een echt gevecht tussen Ajax en Utrecht. 3-2 hier als Utrecht echt snel is. Hier meldt de vierde man zich. Dat is Warmerdam en die scoort. Django Warmerdam opent de score voor FC Utrecht in de 77ste minuut. En gaat Haken dan Ten Hag verslaan. Wat een goede uithaal voor Warmerdam. Tegen zijn oude club dus. Dit is Doevikas. En dan wordt de bal opgepikt door Van Overheem. Een overtalsituatie. 3-2. 4-2 wordt het zelfs. Warmerdam denkt niet lang na en haalt overtuigend de trekker over. En zet Utrecht op 1-0. Blind. Tadic. Darami. Klaassen. Darami. Hele goede actie. Al is het schot uiteindelijk wat wild. Aksat. Danilo was ook in positie. Darami zag alleen het doel. Darami.
Anthony. Het is zo druk in de as. Darami. Hard voor en dan valt hij voor de voeten van Klaassen. Hier komt Utrecht goed weg. Masraoui nog. Daar hoeft de defensie van Utrecht niet wakker van te liggen. Masraoui. Anthony. Langs Van Overen. Anthony. Masraoui. Die rond eraf. Weer niemand. Hier het duel tussen de broers. Berghuis. Alvarez zou kunnen koppen. Via de kluts en uiteindelijk via het hoofd van Van der Hoorn. Over de achterlijn. De druk op de achterhoede van FC Utrecht is enorm. Darami. Berghuis. En dan kan Ramselaar weghalen, maar Ajax heeft de bal alweer. Derde minuut extra tijd. Utrecht komt niet meer van de eigen helft af. Darami trapt in de grond. Dat zie je niet vaak. Maar kijk, Ajax blijft knokken. Dusan Tadic. Berghuis. Anthony. Zo weinig ruimte. Masraoui. Moet ook gaan lopen, anders vindt hij geen uitweg. En Mahi zorgt voor wat verlichting voor de Utrecht defensie. En misschien is er wel wat te halen hier. Mimoun Mahi. Doefikas is ook voor de goal. Dit scheelt niet veel. Bijna is het 0-2. Mahi. FC Utrecht stunt en wint hier op bezoek bij Ajax.